Welkom waxvrienden bij een unboxing video van de Waxmaster. We hebben weer wat nieuwe producten binnengekregen en besteld en toegestuurd gekregen om te testen. En ik denk, ik neem jullie weer eens mee in een live video daarvan wat er al binnengekomen is. Dus de eerste is dat ik benaderd ben door Neowax, de fabrikant Neowax, die zit in Duitsland. Betreffende hun producten. Ze hebben mijn video gezien waarbij ik de wax vergelijk heb gemaakt met de Stipt Shield Wax, de Neo Wax nummer 2 en de Fusocoat. En daar waren ze erg van onder de indruk en zeiden van joh, we hebben een nieuw product wat we graag gereviewd zouden willen hebben. En zo, dat wil doen voor ons. Ik zei nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ze kregen een mooi pakketje en een leuk handgeschreven kaartje erbij van Dear Kees, many thanks for trying this out for us. En nou, hartstikke top. En wat heb ik toegestuurd gekregen? Ik heb 2 doosjes toegestuurd gekregen van Neowax. Daar zit 1 een primer in en daar zit een wax in. En de primer die mij toegestuurd is. En dan zeg je van joh, weet je, Waxmaster en Kees coaten. Ja, ik ben niet van de coating, maar soms moet je eens wat nieuws uitproberen. Doosje, er zit een applicator in, er zit een coat of een primer in en een doek. De primer wordt eigenlijk net zo aangebracht als een coating. Een coatingblok met een suwerre doekje. We kennen dat wel, om een blokje heen vouwen. En vervolgens ga je dan normaal coaten. Maar dit is een primer. Het is de primer nummer 5. En wat doet een primer voor in opzichte samen met een wax? Nou, de primer is bedoeld om zeg maar, de lak te egaliseren, want je hebt altijd oneffenheden in je lak. Hè? Dus in lakimperfecties, steenslag, noem maar op allemaal. Daardoor is je lak eigenlijk niet glad genoeg om overal een gelijkmatige dekking te krijgen. Dus als je een wax aanbrengt, dan heb je op sommige plekken heb je, mooi laag en op een ander moment verdwijnt hij in zijn putje. Die primer is eigenlijk bedoeld om al die oneffenheden op te vullen, zodat je een mooie en gelijkmatige gladde laklaag hebt. Om daar vervolgens, als je voldoende uitgehard is, een wax overheen aan te brengen. En in dit geval, omdat ik de nummer 2 al had, hebben ze mij de nummer 1 toegestuurd. Er zit in een mooi doosje met bijschriften en een applicatortje. Sticker. En vervolgens een potje wax. En daarbij een mooie microvezeldoek. Dit is de nummer 1. De nummer 1, Neowax nummer 1. Heerlijke parfumgeur. Niet overdrijven. Is een hybride variant tussen een synthetische wax en een carnauba wax. En ja, dat moeten we eens een keer gaan toepassen. Dus dit heb ik toegestuurd gekregen. Ik heb er niet voor hoeven betalen, maar ik mag daar gewoon een eerlijke review over geven. Dus als het slecht is, is het slecht, is het goed, is het goed. Dat waardeer ik alleen maar dat ze mij dat toevertrouwen. Dus in deze, Christian, ontzettend bedankt voor het toesturen voor deze nieuwe wax en die primer. Ik moet alleen nu even een moment gaan vinden, want ja, het slechte weer treedt in en de vochtigheid en de kou. Dus om ideale buitenomstandigheden is het niet om hem iets aan te gaan brengen. Maar op schaal er zich de kans voordoet, ga ik dat zeker doen. En ze hebben daarbij ook een glasreiniger toegestuurd als test. Om te kijken hoe die zich verhoudt ten opzichte van alle andere producten. Dus die gaan we zeker toepassen. Nou, vervolgens is het Halloween geweest en bij Halloween hebben een aantal waxfabrikanten hebben limited editions uitgebracht. En Patrick Verijsbergen en ik zijn alle twee waxjagers. En Patrick wees me nog van Kees bij Wax Addict, dat is een Engelse waxmaker, die brengen een speciale limited edition uit. Dus nou, wij op die sites en nou, toen bleek alleen dat het voor de UK was, dus er zat geen koppelcode naar Europa toe. Dus wij balen. Maar ik denk, weet je wat, ik ga gewoon contact leggen met de eigenaar van Wax Addict. Dus nou, via Messenger en alles contact kunnen krijgen. Ik zeg, joh, ik zeg, Petter en ik zijn echt waxverzamelaars en helemaal Wax Addicted. Dus zouden wij de mogelijkheid krijgen zodat een paar van die producten nog voor Europa vrijgesteld kunnen worden. Nou, wil het zo zijn dat ze allemaal uitverkocht waren op dat moment. Dus wij balen. Maar goed, op een gegeven moment kreeg ik een berichtje terug van Kees. Hij zegt... Waar ga voor jou en voor Patrick extra maken, maar dan moet je even geduld hebben. Dus nou, een paar weken terug kreeg ik een bericht van, goh, de waxen zijn klaar en we gaan ze je toesturen. Dus ze zijn binnen. Maar wat zijn dan limited editions? Nou, in het thema van Halloween, moet je hem even goed houden. Ik weet niet of je het... zo moet je hem zien.
Komt dit overeen met het gezichtje van Scream? Of dit is wel de Wax Addict Ghost Wax. Leuk potje, plastic potje. En als je hem dan opent, dan zit er een, ja, een beetje pumpkin-achtig wax in. Hij ruikt ook fantastisch. Er zit iets van kaneel in. En wat zoetigs, wat marsepeinachtige geur. Heerlijk. Het is een lekkere olie wax. Als je erin gaat, wordt hij ook lekker vettig. Dus ja, die moeten we gewoon hebben. Hè. Dat is leuk om te hebben. Maar er was ook een wat grotere pot. En die zit in een mooie verpakking. Dus die maken we even open. Ja, dit zegt al genoeg, hè? Nee, die vind ik ziet toch uit. Mooie pot. Het is een glazen pot die een speciale ruwe coating heeft. En ja, dit zijn uitgaven. Die worden maar één keer gemaakt, oplagers. Dus als je die kan bemachtigen. Deze heeft een fruitige, beetje pompoenachtig, maar echt fruitige geur. Ruikt fantastisch. Hele vette wax. Echt heel vet. Dus ja, Wax Addict staat bekend om hun kwaliteit waxen. En ja, die is gewoon leuk om in je limited edition hoek te hebben. Nou, ik heb een aantal van die limited edition waxen, dus ontzettend blij mee. Nou, buitenkantje als je dit kan voor elkaar kan krijgen. En het is gelukt. En dan merk je ook dat die waxwereld best wel groot is. En best wel aan het opkomen weer is. Weet je, van de coatings worden een beetje achtergelaten. Dus we gaan weer een beetje terug naar het waxen. En die echte waxmakers, die gaan weer hun... je moet even de spullen openzetten. En dan komen de meeste fantastische ideeën. En die brengen ze dan uit. Dan iets heel speciaals, mensen. Onder de waxmakers in de wereld, daar heb je een paar bijzondere mensen zitten. En dat mag best wel benoemd worden. Je hebt gewoon de fabrikanten die hun standaard wax uitbrengen, maar je hebt ook de echte waxliefhebbers die het waxen maken geperfectioneerd hebben. Sorry voor het schrapen van de keel. Nou, in de tijd dat Dodo Wax opkwam, is eigenlijk die waxwereld helemaal opgegaan. En een van de meest bijzondere waxmakers is toch wel Hugo Brown. Is ook een alias, ik ga het straks uitleggen. Die het merk HB Source heeft opgezet. HBS. En HB Source is eigenlijk een... Van, je hebt de HP-saus in Engeland. Dat zegt al hè, hoe deze man denkt. En die heeft daar een waxmerk van gemaakt. Hij heeft een webshop, hbsource.uk. Zit in Engeland. En hij heeft een waxcommunie opgezet, waarbij limited editions vrij worden gesteld voor een beperkt aantal mensen die tot die groep behoren. En soms zijn de plekken over, dan word je er toegelaten en soms is die gewoon die groep vol en dan kom je er niet tussen. Hij maakt altijd oplages tot en met 50 van een bepaalde wax en dan houdt het ook op. Dus het is onder de waxverzamelaars, echte waxverzamelaars en liefhebbers, is het een must om op die lijst te komen, want ja, je krijgt de meest bijzondere creaties krijg je van hem toegestuurd. Hij is ook in bepaalde vorm creatief. Je kan ook met hem bijvoorbeeld een eigen wax laten maken. Dus dan gaat hij met jou in gesprek van hoe denk je dat die wax eruit moet zien? Hoe denk je dat die wax moet presteren? Wat verwacht je van de wax? Moet die beading, sheeting, lange standtijd, makkelijk aanbrengen? Mag je wat moeilijker aangebracht worden qua geur? Ook de pot. Wat voor uitstraling verwacht je van de pot? Wat voor ideeën heb je dan in je hoofd? En dan gaat hij aan de gang. En dan tussentijds houdt hij continu contact met je. Om je te horen van ja, zit ik wel op het goede spoor bij je? Is dit wat je ervan verwacht? En uiteindelijk heb je dan een product. En die, ik kan niet uitleggen. Die man die is zo geniaal. Die werkt dan samen met iemand anders die qua potten ook nog eens een keer bepaalde 3D printpotten kan maken. Dus hij heeft bijvoorbeeld een keer de Sit Wax gemaakt. Dus dan praat je over de kop van Darth Maul. En daarin zit een waxpot verwerkt. Dus je schroeft de kop eraf en dan vervolgens zit er een potje wax in. Dat heeft hij ook met dat ei van de aliens gemaakt. En nou, noem maar op. Kijk maar eens op zijn site. De meest fantastische dingen heeft hij gecreëerd. Nou brengt hij om de zoveel tijd een periode, brengt hij wax uit. En wat ik dan doe, is van nou, dus zie ik een leuke wax. Zeg van, joh, Mr. Brown, put mij on the list. Nou, en dan krijg ik, dan sta ik vaak op nummer 30. En dan, zo gaan we door. Nou, en uiteindelijk
neem ik contact op van hoeveel waxen heb ik nou bij staan. En dan, deze keer had ik geloof ik 5 waxen. En dan ronden we dat af. En ik wil jullie even meenemen in een stukje unboxing daarin. Want dit is wel heel bijzonder, mensen. Dit is echt waarom ik de waxmaster ben en waarom ik hou van waxen. Ik vind het waxen aanbrengen vind ik leuk. Het waxen toepassen vind ik, maar ook het waxen verzamelen. Dus de bijzondere waxen. Ja, en wat doe je daarmee? Ik gebruik ze ook nog eens een keer. Weet je, ze gaan niet bij mij in een glazen kast, gezield, noem maar op allemaal. En ik raak ze niet meer aan. Nee, ik gebruik ze ook echt. Dus, en daar zijn waxen ook voor. Maar ja, dan wil je er ook dus geld aan verdienen, moet je dat niet doen. Maar ik kan het niet laten. De doos, jullie zien het, is een aardige grote doos. En wat hij ook nog eens keer doet, hij gooit altijd extra dingetjes in. Hè? Dus als je een echte liefhebber bent, dan krijg je nog eens af en toe een cadeautje. Dus zo in deze ook heb ik een HB Source wax applicator erbij gekregen. Jullie kennen allemaal de Sith uit Star Wars. De Sith, hè? Dus dat is de donkere kant van de Force. Waar ook ondertussen Darth Vader uit voortgekomen is. Nou, de Sith Lords. Daar heeft hij een dingetje van gemaakt. Hij noemt het Sith Happens. Niet shit, maar Sith Happens. Deze keer heb ik er een mooie cap bij gekregen. En kijk of die op de goede markt staat. Yes. Die hou even lekker op. Lekker warm nu. Ik heb daar een t-shirt bij gekregen van hem. Hij heeft het meest besproken wax wat hij uitbrengt is de Scorpion Wax. Dus en daar heeft hij een Scorpion logo van gemaakt. Dit is een prachtige polo met op de rug het Scorpion logo en dan ook weer de Sith Happens. Dus Mr. Hugo Brown, thank you very much for this awesome polo shirt. Ja, dat moet even in het Engels. Stickers. Van zijn natuurlijk, dus die plakken we graag overal op. Er zit altijd, en dat is voor de innerlijke mensen, maar dat vind ik ook altijd zo fantastisch van hem. Er zit snoep in, dus altijd wijngums, lollies, noem maar op allemaal. Die man die duwt er van alles in. En weet dan ook nog eens een keer dat je dat lekker vindt, dus fantastisch. Ook nog eens een keer weer een mooie sticker, volgens mij moet ik hem zo houden. Sith Happens. Rainbow logo. En dan komen we bij de waxen. Ik pak ze gewoon in willekeurige volgorde. Dus ik ga niet kijken eerst wat het is. Het is voor mij ook. Ik heb ze online besteld. Maar ik heb ze nog niet geopend. Dus ze zijn echt in de verpakking. Het komt in zo'n prachtig mooi kartonnen doosje. Dus daar kun je ze mooi in opbergen. Op het moment dat je hem opent, verraadt het eigenlijk wel wat erin zit. Dit ging om een vakantieuitvoering. En dan zie je al dat Darth Vader tussen de palmbomen zweeft. Nou, dat zijn twee stickers die als logo dienen. Dan zit het in een stukje kretpapier met van die foam dingetjes, zodat het ook echt goed verstuurd kan worden. Dus schokproof. Dan halen we dat kretpapiertje eraf. En dan kijk eens mensen. Kijk eens wat ik hier in mijn handen heb. Darth Vader on vacation. Dat was vlak voordat hij op vakantie ging, had hij nog een vakantiewax uitgebracht. En ja, deze man is fantastisch. Mooie blauwe pot, ook mooi gespoten. Dat doet hij allemaal zelf. Hij signeert hem. Je krijgt er een nummer op. Dit is 25 van 55. Ja, ik kan niet uitleggen. We gaan hem openmaken. Want ik wil natuurlijk ook ruiken. Daar zit er, naast het deksel, ook nog eens een keer een seal op. Daarmee dus echt helemaal nieuw. Ik haal hem eraf. Oh, Bounty. Bounty. Ja, wat verwacht je anders met een palmboom en een vakantie. Oh mensen, ik wou dat jullie dit konden ruiken. Prachtige goot. Als je ook ziet de kwaliteit van het gieten van die wax in die pot. Zo strak, zo zonder kuiltjes, zonder putjes, zonder bubbeltjes. Die man die is echt fenomenaal. De een noemt hem de waxgod, de ander noemt hem de waxmaster. Nou, ik noem hem de waxkrantmaster, want de waxmaster ben ik. Waxguru, noem maar op allemaal. Die man die is fenomenaal. Fenomenaal hoe hij dat bedenkt, hoe hij dat in zijn hoofd hebt, hoe hij dat uitvoert, hoe hij dat creëert. Fantastisch, fantastisch. Dan gaan we door naar de volgende. Nou, kartonnen doosje.
Pak me er nou eentje. Dit is de. Hier heb ik op. Echt toen hij opkwam. Denk van, nou, dit meen je niet. En ik gelijk contact met hem gezocht. Ik zei, joh, ik zeg, Hugo, maak je die ook voor mij? Ja, weet je, het was eigenlijk voor de Japanse markt bedoeld, maar deze moest ik hebben. Dus gelukkig, omdat ik in die speciale groep zit, kwam ik op de lijst te staan. En ja, jullie moeten het zien. Het logo, de sticker logo zegt al wat. God of Wax. En daarin het logo van Odin. En als je goed naar het oogje kijkt, Odin had altijd een tweekleurig oog. Later een oog gemist, dus kreeg die patch. En een blauw oog in dat logo. Oh. Wat een happening dit. Nou, dat is een papiertje eraf. En deze komt nog eens een keer in een mooi zakje. In een mooi fluweel zakje. Ja, weet je, God of Wax, daar verwacht je ook wat van. Maar die mag ook wel wat, hè. Op het zakje, het logo staat natuurlijk HB Source. En ook dit zit nog een keer verpakt. Weet je, dus kwaliteit. Mensen. Kijk nou eens. Kijk nou eens naar die pot. Ook weer gesigneerd. Ik heb geen bril, maar ik moet even kijken. Volgens mij is dit nummer 4. We gaan hem openmaken. Ook deze is weer gesield. Prachtig mooie zwarte wax. Kijk nou hoe is die gegoten. Er zit geen oneffenheid in. Echt. Dit is een graveen wax. Dus het is een wax die met graveen gevoed is. Waardoor die dus naast de SiO2 een betere standheid zou hebben. Oh, die geur. Hoe moet ik dit nou uitleggen? Ah, maar fantastisch. Er zit een hele donkere chocoladegeur aan. Hele donkere chocoladegeur. Maar er zit ook iets van een soort mokka koffiegeur. Ja, mokka koffiegeur. Maar dan echt de dark roasted chocolate. Oh, fantastisch. Wat een pot wax. The God of Wax. En je kan de sealant ook weer terugplakken. Want het is een plakketje. Dus daarmee droog je de wax ook niet uit. God of Wax van HB Source. Mensen, kijk nou eens wat een pot. Dit is toch vakwerk. Dit is toch passie. Die man die is. Ja, en dan voor mij als waxverzamelaar is dit het ultieme. Het Valhalla. In termen van God of Wax. En dan te blijven. Gewoon, word je stil van. Maar we hebben er nog meer. We hebben er nog 3 te gaan. Pakken gewoon de volgende, de willekeurige. Ook weer HB Source, hè? Mooi kartonnen doosje. Is een mooi sticker. Zoals jullie weten ben ik ook een enorme vechtsportliefhebber. En ben ik alles wat Aziatisch georiënteerd is, vind ik fantastisch. En ik heb al een aantal waxen gehad waarbij het Aziatische logo erop stond. En in deze zit in die lijn. De sticker, de Dark Ronin. Ronin, een samurai zonder meester, zonder shogun, die gewoon een huurling was. Ook deze komt weer met een mooi zakje. Jutte zakje waar je de wax in op kan bergen. Mooi verpakt, kreppapier. En dit is een 200 ml pot, mensen. En kijk nou eens wat een pot. Kijk nou eens. Dat logo, de Dark Ronin. Ook weer een persoonlijke boodschap. 31 van 47. Dus ook limited. Ondertekend. Enjoy. Kees. Echt fantastisch. Dit betekent al zoveel dat iemand op elke pot wax. En dan moet je voorstellen dat hij dat dus voor alle 50 mensen in die groep dat doet. Hè? Dus individueel een boodschap opzetten. Individueel. Dus daarmee maakt het echt een collector zijn. Een persoonlijk iets. Collectors item, maar ook een persoonlijke noot die erin zit, waarbij je dus, ja, je betaalt ervoor, maar goed, aan de andere kant, weet je, dit is ongekend. Ik heb dit nog geen bij geen andere waxmaker gezien, dat je er zoveel aandacht en zoveel dingen bij krijgt. Ook weer een mooie seal erop. Ga hem openmaken.
Oh, ook weer, kijk nou, ik zeg het elke keer, maar kijk nou eens hoe mooi deze wax gegoten is. Hoe strak die op die lijntjes zit. Er zitten geen putjes in. Het is gewoon zo egale wax. En ook deze is met gravine en SiO2. En die geur is fruitig. Een beetje wijngumachtig. Dus daarmee ook weer heel bijzonder. Maakt het echt een, als collectors item echt fantastisch. En zo'n grote pot. In zo'n mooi zakje waar je hem in weg kan stoppen. Ja, bij mij gaat hij dus het zakje in. Maar ik haal hem echt uit. Dit moet ik echt gaan testen. Met het mooie weer. Als het straks weer wat voorjaar wat warmer is. Dan wil ik dat gewoon aangebrengen. En dan kijken hoe die beating in de sheeting is. Want dat verdient die wax ook. En dat verdient Mr. Hugo Brown. Verdient dat ook. Volgende. Eens keer weer met groene tekst. dit is kicken. Deze was al gegeven. Deze limited edition was al geweest. En ik heb hem er vaker over gehad. Ga je misschien weer eens uitbrengen. Zet mij dan alsjeblieft op de lijst. Want ook deze, dit is zo'n collectors item. Maar weet je, hij doet dat niet. Hij zegt, ja, ik ben gewoon klaar. Als limited is limited. En dan doe ik dat niet. Maar goed, er gaat een half jaar overheen. Ik heb deze waxen besteld. En één keer krijg ik een berichtje van hem. Kees, je waxen zijn er, noem maar op allemaal. Dus we zitten lekker op de chat. En dan zegt hij dat hij voor mij, speciaal voor mij, een Sino Bux heeft gemaakt. En ik Sino Bux. Dan ben je al een half, drie kwart jaar verder. Het belletje ging niet rinkelen. Dus ik zeg, nou, zeg maar hoeveel je moet betalen. Hoeveel ik moet betalen. Ik dacht dat het om Bux ging. Om geld. Nee, Sino Bux. Nou, Bux, Starbucks. Nou, dan moet dat belletje al gaan rinkelen. En Xenomorph komt uit Alien. En dan creëert hij dit. Dus het logo vorm van Starbucks. Maar daar middenin zie je dus de Alien. Van Alien serie. Zeg maar. En ook aan de zijkant. Ik moet de doos even wegzetten. Zie je hier. Dat ding wat uit die pot komt. Om je gezicht heen slaat. Volgens een ei in je gaffel duwt. En volgens komt dit uit je buik. De Alien. Nou, Starbucks. Koffiewinkel, dat zou, bij mij gaat dan gelijk het belletje van dat zal dan koffiegeur zijn. Dus dat is wat ik verwacht. Oh, mensen, kijk nou eens wat een pot. Ook dit is een 200 milliliter. Kijk nou die kleuren. Dit is allemaal handgeverfd, hè? Handgespoten wat hij doet. Hè? Dus dat doet hij per pot, helemaal zelf. Het is een glazen pot ook. Ook hier zit er een persoonlijke boodschap op. Limited. Ja, ik kan niet uitleggen. We gaan hem openmaken. En ook deze heeft weer, net als alle andere, een seal erop. Ja, koffie. Gewoon gemalen koffiegeur. Het is net of je je koffiemachine uitzet. Oh. Ja, je moet voor koffie houden, maar weet je, koffiegeur is altijd lekker. Ah. Dus weet je, het voldoet ook nog eens een keer aan je verwachtingen. Een stukje beleving. Nou ja, weet je, dit is gewoon om neer te zetten. Dit is gewoon kunstwerken. Kijk nou eens. En zwaar, hè? Het is 200 milliliter. Het is echt een zware pot. Echt kwaliteit. Fantastisch. Dit is echt een hele speciaal, omdat hij eigenlijk al niet meer gemaakt werd. Maar speciaal voor mij nog een oplage heeft gemaakt. Dus Mr. Hugo Brown, thank you. Thank you, brother. Dan gaan we over naar de laatste. Hier zie je al dat het een beetje graffiti pot is. En hij heeft ook een hele lijn met... Met Aziatisch, hè. Ik heb al gezegd, ik had er al een paar van gehad, van die Asian. En dit is een soort zusterlijn en elke keer brengt hij daar een variant van uit. Geisha. Ja, en toen ik deze zag, denk ik van ja, weet je, ik heb die andere ook al. Die moet ik ook, dus gooi me maar op de lijst. Mooie rode verpakking, maar er zit er een mooie rode zak. Weet je, dit is ook weer kwaliteit, hè? Dus gewoon een pot wax in zijn pot wax, maar een pot wax met zo'n mooie zak waarbij het weer weg kan stoppen. En dan ook weer kwalitatief goed weggezet, weet je dus. En dan komt er een creatie uit.
Mensen, kijk nou eens naar. Weet je, dit is handwerk, hè? Dit is geen fabriekmatige, dit is gewoon puur handwerk wat die man maakt, hè? En dan moet hij dus 50 van maken, 50 oplages, limited oplages. En dan dit logo erop, Geisha logo. Natuurlijk ook weer persoonlijke boodschap gesigneerd. En het oplagen, ik heb nummer 1 van 50, hè? Ik heb de nummer 1, hè? God, potverdorie zeg. Ook weer gesield. En sealed kun je ook weer terugplakken. Dus het is een sticker die je erop kunt trekken. Oh. En zoals een echte make-up geur, parfumgeur, lippenstiftgeur. Weet je, dus het past helemaal bij het logo. En ook weer deze prachtig mooi gegoten. Prachtig vette wax. Kijk nou. Oh, mensen. Echt fantastisch. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is echt... Hoe verzin je dit? Hij heeft ook standaard waxen. Die kun je gewoon via zijn website krijgen. En ben je er nou in geïnteresseerd? En ben je een waxverzamelaar aan het worden? Of hou je ervan? Of word je er getriggerd door mij door? Er is een Facebookpagina. Mr. of Hugo Brown. HB Source. Ja, daar kun je je op aanmelden. Maar dat wil niet zeggen dat je gelijk in die groep terecht gaat komen. Maar heb je mazzel en word je toegelaten tot die groep, dan heb je dit soort waxen. Ze zijn niet goedkoop, daar ben ik heel eerlijk in. Maar dat hoeft ook niet. Als je een verzamelaar bent en je creëert, houdt van creaties zoals dit. Ja, dan mag het wat kosten voor mij. En weet je, heel veel van onze groepleden die zetten het in de kast of in de wijnchiller zelfs. Om hem gekoeld te houden, zodat die waxen gewoon bewaard blijven. En dan met de tijd het idee hebben, oh, die wax ga ik verkopen. Ik niet. Ik heb een wax om ervan te genieten. You only live once. En dat doe ik nu. Dus ik ga die wax ook gewoon gebruiken. En ervan genieten. En af en toe loop ik s'avonds mijn waxcave in. En dan ga ik daar met de muziekje zitten. En dan draai ik die potjes open. En dan ga ik ruiken. En dan ga ik naar kijken. En dan... Passie, pure liefde. HB Source mensen, HB Source. En ik zeg al, Mr. Hugo Brown. Mr. Hugo Brown is een kat waar deze man een soort maatje mee was, een zielsverwant. De kat is hij inmiddels overleden, maar hij heeft zo indruk op deze man gemaakt dat hij zijn merk naar hem heeft vernoemd. Dus hij eet de kat, Mr. Hugo Brown. De eigenaar, ja, ik ga hem niet bij zijn naam noemen, dat is aan hem of die vrij wil geven, maar het merk HB Source, hij heeft fantastische producten met shampoos die naar banaan ruiken. Ik heb een shampoo die ruikt naar chocola en mint, dus een after eat. Je giet het in je emmer, je gooit er heet water op en bam, je zit gelijk met of je een after eat in je mond houdt. Hij heeft allemaal van die fantastische creaties. Hij heeft bananenarmer, dus een wax die echt naar pure banaan ruikt. Hij heeft donkere wax, hij heeft grafien wax, noem maar, ga maar eens op die site kijken van hem. Ik zal in deze film onderin, zet ik in de comments, zet ik in de beschrijving, zet ik alle linken. Dus ook de link naar zijn website. Maar dit is fantastisch. Dus wat een unboxing weer, wat een verrassingen. Wat een, weet je, als is ook NeoWax met een primer en een NeoWax number 1 voor mij om uit te mogen testen. Om te kijken of wat ik ervan vind. Omdat ze zo tevreden waren over mijn review van die NeoWax number 2. Met de stipwax en de shieldwax en de fusiecoat. Dus dat je dan benaderd wordt als waxmaster op je kanaal om voor hun producten uit te mogen testen. En dan gewoon eerlijk oprecht je mening te geven of het nou wel of niet goed werkt. Fantastisch dus. Ontzettend bedankt voor deze kans, NeoWax. Dan vervolgens dat je contact krijgt met iemand die een limited uitvoering heeft gebracht van de Wax Addict, de eigenaar. En dan zegt van ja, weet je, het is op, maar voor jou en Patrick zet ik de kraan nog een keer open, ga ik nog een keer een mengsel brouwen en stuur ik jullie die limited editions toe. Die worden ook niet meer gemaakt, weet je, dus ook fantastisch. Michael, dat je dat voor ons gedaan hebt. Ik kan je niet genoeg bedanken dat wij die kans krijgen om dit in je collectie op te nemen. En dan vervolgens Mr. Hugo Brown. Mr. Hugo Brown. Waxen zoals dit creëren. Met creaties zoals dit, limited, getekend in een mooie zak.
de passie, de het in je hoofd bedenken en dan vervolgens dit op tafel kunnen zetten en dat aan een groep te kunnen delen. Als wax-liefhebber, fantastisch. Ja, weet je, mensen, ik geloof me, coatings, natuurlijk coatings, de duurzaamheid en de kracht die een coating geeft en de bieding die coating geeft, hoor je mij niks over zeggen. Maar het kan dit niet evenaren qua gevoel, qua, weet je, het is bijna therapeutisch om te zeggen, de geur, het aanbrengen, het afnemen, de pot, dit in je handen hebben. Dan, stel dat dit een coating zou zijn, dat komt toch niet overeen met elkaar. Dus wax is not dead. Wax leeft meer dan ooit. En helemaal omdat men nu ook merkt van ja, coatings is toch iets echt voor een professionele detailer die een shop heeft, die een detailruimte heeft, die een garage heeft, die verwarmd is, waarbij een auto minimaal 12 uur droog kan staan en uit kan harden. Dan werkt de coating, dan kun je een coating toepassen. En er zit ook een goed verdienmodel op. Weet je kan er goed aan verdienen op het moment dat je een coating toe kan passen. En weet je, dat je mensen met een goed product de deur uit kan sturen. Maar een hobbyist, iemand, een weekend warrior, een verzamelaar, een liefhebber. Dan komt een wax. En je hebt natuurlijke waxen, showwaxen. Die puur is om mooi weer een show aan te brengen, glans. En ja, die is na 2-3 weken is je weg. Dan heb je synthetische waxen die 3 maanden, 6 maanden kunnen houden. En dan heb je de hogere, weet je, chemische waxen met een fluorinebasis of een SCO2 basis. Zoals een Fusocoat of een Neo Wax. Die gewoon, als je het goed doet, 8 maanden, 12 maanden vind ik vergeven. Maar 8 maanden makkelijk kan houden als je goed wast en goed onderhoudt. Dus een wax die 8 maanden kan houden. En na 8 maanden je klant weer terughaalt of je familielid of voor jezelf. Weet je, en dan het wax on en het wax off en het genieten met die auto. En je komt op elk dingetje. Dat is waar mijn wax hart van harder gaat kloppen. En waar ik ook bij jullie probeer over te brengen. Van joh, mensen, geniet er nou van. Het is een stukje beleving. Of je nou een auto wast, op een goede manier 3,5 uur bezig bent. En dan met een synthetic spray sealant of met een spray coating of een spray wax of een vloeibare wax of een vloeibare sealant. Alles is het genieten en het delen van de passie met elkaar. Dus vandaar dat ik dit ook weer maak en dit deel op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie ervan genieten, net als ik ervan geniet. En dat je dit soort gadgets en gimmicks en dingen erbij krijgt. En ja, top. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Behalve geniet ervan. Kijk eens op die site. Kijk nou eens op die website van al die bijzondere waxmakers en merkennamen die er zijn. En probeer eens gewoon wat uit. Want je hoeft geen pot gelijk van 300-400 euro te kopen. Die zijn er ook, hè. Swiss Wax die een claim met een wax doet van 500 euro. Voor dat het een jaar blijft zitten. Nou, dat wordt door mensen zoals ik, mensen zoals André Schwarzinger en Christian van Detail School. Onderuit gehaald of bekrachtigd of mensen zoals Packy Morgan, de TBC jongens, Andy, Paul Dalton, noem maar op allemaal. Mensen allemaal die een kanaal hebben, een detailing kanaal hebben op YouTube, die te pas en te onpas dingen testen, reviewen, vergelijkingen doen. Dat zijn mensen die het hart met detail hebben. En nogmaals, er is geen één topmerk en iedereen heeft zijn eigen favoriete merk en blijft er lekker bij als je dat zo vindt, maar probeer af en toe eens wat uit en ga niet zeggen van mijne is beter dan die of weet je, elk iets heeft zijn voor- en zijn nadelen en ik probeer dat op mijn kanaal te bekrachtigen, weet je, van joh, elk product heeft zijn plus en zijn minpunten, maar daarmee wil ik niet een merk afbranden of een merk teniet doen of een merk boven de rest zetten. Wel zeg ik heel eerlijk, als een merk claims doet die niet behaalbaar zijn of waarbij mensen volgelogen worden, dat zeg ik dan wel, weet je. En dat vind ik van ja, dit is gewoon eerlijk. En daarmee ben ik oprecht eerlijk en laat ik me ook niet door een fabrikant dingen in mijn mond leggen en omdat ik hun vind dat ik hun product moet aanprijzen. Dan bedank ik daarvoor en dat heb ik laatst ook gedaan. Een bedrijf wat mij benaderd had om een product van hen uit te testen, maar zo'n waslijst erbij kreeg. Wat ik allemaal moest gaan vertellen in mijn filmpje en je stuurt mij niets toe. Dat wil ik onafhankelijk kunnen testen en dan geef ik gewoon eerlijk mijn feedback op en met de plus en de minpunten en that's it.
En zo laatst ook met de Sweepy Wax, die ik voor jullie heb getest. Daar heb ik eerlijke review op gegeven en daar heb ik eerlijk feedback kunnen geven aan Ali. En die hebben dat aangepast. En zo topbedrijf die daar ook gelijk positief mee aan de gang gingen. En een van de beste wax op dit moment die je voor die prijs kan krijgen van 30 euro. De Sweepy Wax. Dus mensen, geniet ervan. Zoek op. En heb je vragen, plaats het in de comments. Heb je opmerkingen, plaats het in de comments. Wil je advies, plaats het in de comments. Ik denk eens een keer aan, omdat ik ook een soort live feed ga doen, waarbij ik live de vragen en kan beantwoorden voor jullie, als jullie die hebben, op mijn kanaal. Dus bedankt. Ik hoop dat jullie deze unboxing leuk vonden. Ik ga er kijken of ik er wat leuks van kan monteren. En dan ga ik ze plaatsen. En dan hoop ik jullie weer terug te zien gauw op bij het volgende filmpje. Ik dank jullie wel voor het kijken. Sayonara. En tot de volgende.